Vandaag ben ik weer terug met een nieuwe video. En vandaag ga ik laten zien hoe je 3 kerst-winter DIY's maakt. En wat ik heel erg leuk van deze DIY's vind, is dat je het niet per se alleen voor de winter of voor de kerst hoeft te gebruiken. Dus met een paar kleine aanpassingen of gewoon zo kun je ze eigenlijk het hele jaar door gebruiken. Ik hoop dat je het leuk vindt en laten we maar gewoon meteen gaan beginnen. Oké, als eerst ga ik beginnen met deze zelfgemaakte kerststerren van hout. Deze heb ik gewoon gevonden in het park. Als eerst ga je de stukjes hout in allemaal stukjes breken, zodat ze ongeveer even lang zijn. Under boughs of evergreen. En hierna ga je een soort van op je eigen manier proberen er een ster van te maken. In het begin is het een beetje een gedoe om een stervorm te krijgen. Maar dat moet je gewoon even voor jezelf uitvogelen. En als de stokjes goed liggen, dan kun je ze daarna met je lijmpistool aan elkaar vastplakken. Ik ga er 3 maken, dus dit herhaal je tot je ze alle 3 klaar hebt. Maar je mag natuurlijk zelf weten hoeveel je er gaat maken. En als laatste had ik nog wat kleine takjes over en hiervan ga ik een kleine ster maken en dat wordt de piek van mijn kleine kerstboom. Oké, en als ze nu allemaal klaar zijn, dan ga ik de grote sterren aan een touwtje vastmaken, ook weer met mijn lijmpistool. En daarna kun je het ophangen waar je wil in huis. You loudly sing along. En de kleine ster kun je weer vastmaken met je lijmpistool aan de boom. En dan gaan we verder naar de volgende DIY. Dit is een dekentje. En dit is een dekentje van wol. Hier heb ik 2 zakken wol gekocht op een site die ik in de beschrijving zou zetten. Deze ga ik knippen zo groot als ongeveer 1,5 tafel van mij. Dus dat is ongeveer 1 meter lang. Alleen ik vind de dikte van de wol vind ik eigenlijk te dik. Dus ik ga deze scheuren in kleinere stukken. Eerst scheur ik ze in 2 en dan scheur ik die stukken ook weer in 2. Zodat je uiteindelijk ongeveer 8 stukjes hebt. En dit doe je totdat je uiteindelijk alles hebt gedaan. Ik ga mijn kleedje niet zo groot maken, dus misschien heb ik niet alles nodig. Maar ik wil er toch zeker van zijn dat ik genoeg had. Oké, en nu pak je 3 stukjes wol. En hier leg je een knoop in en dan zet je hem even onder iets zwaar, zodat je makkelijk kan werken. En dan ga je hem vlechten. Nu pak je weer 3 stukjes wol en ga je weer opnieuw een vlecht maken. Alleen nu moet je opletten dat je hem aan de andere vlecht gaat vastmaken. En dat doe je door steeds 1 stukje van je nieuwe vlecht door de lus van de andere vlecht heen te halen. Hopelijk kan je het hier een beetje zien. En zo wordt je tekentje steeds groter. Dus dit moet je eigenlijk gewoon herhalen tot het de lengte en de breedte hebt die je zelf wil. Boughs of evergreen, we find a hiding spot while the other children play. We pray we won't get caught, hide and seeking all the day. Oké, nu is hij bijna klaar. Alleen ik knip nog even de uiteindes eraf. Je kan die natuurlijk ook erop laten zitten. Gewoon wat je zelf mooi vindt. Oké, en nu ga ik over naar de soort kerstballen die ik ga maken. Die ga ik maken van hele kleine flesjes die ik heb gekocht bij de Pipo's. En deze ga ik dan vullen met allemaal verschillende soorten decoratie. Oké, in de eerste ga ik in het middelgrote flesje wat veren doen. In deze ga ik een stukje bloem erin doen. Ik weet niet echt precies wat voor bloem het is. En deze moet je eerst even knippen tot de juiste lengte. En dan kan je hem er gewoon instoppen met de dop erop. En dan is hij alweer klaar. Oké, hier heb ik wat kleinere flesjes. En deze ga ik vullen met 2 bloemen. Een gele en een paarse.
En wat je doet, je knipt de bloemetjes gewoon van het steeltje af en ik stop er 2 in per flesje. Jee, en dan zijn deze ook klaar en ik vind deze ook echt super cute. Oké, en nu komen we bij de 2 langwerpige flesjes. Ik wist eigenlijk niet wat ik hiermee moest doen, maar ik heb toch wel een leuk ideetje. Ik ga in de eerste er wat van die winterrode besjes in doen, die je nu overal in het park ziet. En deze besjes ga je gewoon knippen van het steeltje af en daar vul je je flesje mee en dan is hij alweer klaar. En in de tweede ga ik een stukje papier doen. Dus je moet even kijken hoe groot je hem wil hebben. Ik leg gewoon mijn blaadje ernaast en ik streep met mijn schaar een lijntje zodat ik weet waar ik moet knippen. En je kan er van alles opschrijven, bijvoorbeeld een gedichtje of een versje of een boodschap voor een speciaal iemand. En dan rol je hem op en dan doe je hem in het flesje en dan is het eigenlijk net een soort van flessenpost. En dan is hij ook alweer klaar. Oké, en dan de laatste 2. Dit zijn 2 wat bruinere flesjes die heel erg vintage eruit zien. Dat vind ik zelf heel erg leuk. En hier ga ik wat gedroogde bloemen in doen. Dus die knip ik weer van het steeltje af en ik stop ze er gewoon weer in. En dat is het dan alweer. Echt super makkelijk dus. En wat ook heel leuk is aan deze, je kan ze bijvoorbeeld ook aan een sieraad hangen, aan een kettingje of zo. Of je kan ze aan iemand cadeau geven. En ze hoeven niet per se aan de kerstboom. Je kan er echt van alles mee doen. Oké, en om ze aan een kerstboom te hangen, hebben we wat van die haakjes nodig voor kerstballen en een stukje touw. En je knipt een stukje van het witte touw, je maakt er een lusje aan. En dan bind je hem gewoon om het flesje heen met een dubbele knoop. En de laatste stukjes die knip ik gewoon af. Maar je kan er misschien ook een leuke strik in maken wat je zelf leuk vindt. Dus deze kan je allemaal op die manier doen. Alleen de langwerpige flesjes moeten iets anders. Want het touwtje glijdt daarvan af als je die ophangt. Dus hier gebruik ik wat lijm van mijn lijmpistool uit. En hier maak ik een klein dotje mee op het flesje. En dan duw ik het lusje erin zodat het blijft zitten. En dan kan je er ook gewoon een dubbele knoop in leggen. En dan is die ook klaar. Oké, en dit is dan het eindresultaat. Ik ben er zelf echt heel blij mee. En ik vind het heel leuk dat ik gebruik heb gemaakt van allemaal natuurlijke producten. Dus ik vind dit wel heel erg minimalistisch en wat rustieker dan normaal. Oké, dit waren dan de 3 DIY's die ik voor de winter heb gemaakt. Dus ik hoop dat je een beetje inspiratie hebt opgedaan en dat je het een leuke video vond. En super bedankt voor het kijken. En als je het leuk vond, geef dan een duimpje omhoog. En dan zie ik je weer in mijn volgende video. Doei!